De eerste oproepingskaart voor de komende verkiezingen is vandaag overhandigd aan de eerste burger van ons land, president Desiree Boutersche. Districtscommissaris Mike Nerkus van Paramaribo Noordoost overhandigde de kaart aan het staatshoofd. Volgens de DC heeft het staatshoofd de eer om als eerst zijn stemkaart te ontvangen. Hij geeft aan dat met de overhandiging van de eerste stemkaart aan de president het startsein is gegeven voor het bezorgen van de oproepingskaarten aan de overige stemgerechtigde Surinamers. Ja, dus dat trekt dus nu 2 weken, vanaf vandaag 2 weken verder. Na 2 weken is er nog wordt er een evaluatie gemaakt waar de mensen weer moeten gaan. Dat is dan 1 week, dan wordt er een ietsje kleinere groep. En na de 3e week, dan gaan de stemkaarten op de commissariaten en de bestuursresorten landelijk. Dus dan kunnen de mensen dan in het gebied waar ze wonen naar het bestuurskantoor gaan om hun oproepingskaart in ontvangst te gaan nemen. Dus dat wil zeggen, colportage, alles is ook al in orde? Full, going full. En we go on, dat wil zeggen, smooth sailing. Nerkus geeft aan dat de volgorde voor de distributie van de oproepingskaarten begint bij de eerste burger. Daarna komt de vicepresident aan de beurt. Volgorde is de president, daarna de vicepresident van de Republiek Suriname, daarna de voorzitter van de Nationale Assemblée en dan is het landelijk. Ja, in bepaalde districten krijgt dan de eerste burger van het district, dat is dan de districtscommissaris, krijgt dan uit handen van de secretaris toch de stemkaart overhandigd. Maar in Paramaribo is de eerste burger de president van het land. Dus... In dit geval moet de eerste burger van het land krijgen. Toch? Dan de vicepresident, die zit in Wanica. En dan hebben we dan Paramaribo Zuidwest, is dan de voorzitter van de DNA. En dan krijgen wij als bevolking krijgen daarna. Districtscommissaris Mike Nerkus. Hij sprak vanmorgen na de afgifte van de eerste oproepingskaart aan de president van Suriname. De burgervader geeft aan dat er na vandaag 2 weken worden uitgetrokken om de stemkaarten te bezorgen. Nadien kan de burger het zelf ophalen op het commissariaat waar hij of zij staat ingeschreven.